Zijn we gaan naartoe? Ja, naar de keuken voor de quiz. Oeh, triviale of wat? Kom de gallen op. Welkom in de keuken van Sinalco. Ik ben Christophe en ik ben al van in het begin een grote fan van het eiland. En ik ben Eline, ik ben een ex-collega van Christophe en wij konden vroeger op het werk niet zwijgen over het eiland. Dus nu gaan wij een beetje verder babbelen en verder quizzen. Ja, want we gaan een beetje de kennis testen van over het eiland. En niet van elkaar, maar we hebben daar drie gasten voor. Yes. En we gaan hem eens een keer voorstellen, hè. Ja. Dus... Ja, stellen ze zichzelf voor? We hebben eigenlijk niets afgesproken. Ja, nee. Well, we gaan beginnen bij Rick, onze eerste gast. Voilà. Dag Rick, stel jezelf even voor. Ja, hallo, ik ben Rick. Ik heb een podcast die noemt de Vlaamse Film Podcast, waar ik het heb over Vlaamse film en tv. Ik heb daar ook een quiz op gedaan, waar dat Christophe ook mee heeft gedaan, waar we denken. Dus ook... vriendelijk bedankt om mij uit te nodigen voor deze. Ik quiz al eens een keer graag. Ik weet niet hoeveel dat ik effectief over het eiland ga weten, maar we gaan zien. Ja, dat is ook onder andere om die reden dat ik u direct al uitnodig voor de eerste quiz, omdat ik u inderdaad gewoon uw idee afgepikt heb. Ik vind dat heel leuk dat hij... dus jij maakt een podcast over film. Hij nodigt veel regisseurs vooral uit en acteurs en zo. En je bent echt qua productiviteit de lucht ingeschoten. Verwekelijks is er een aflevering gelijk. Ja, dat is even veel geweest. Er zijn heel veel films uitgekomen. En in het begin was ze wat kijken van wat kan ik doen. En dan zo beginnen met mensen vragen van, wilt je eens komen praten over je film? En gelukkig zijn er heel veel mensen die dan ja zeggen. Maar als er dan veel films uitkomen, dan is er dan effectief wel veel afleveringen die je dan ineens gaat doen. En dan nog zoiets een filmquiz ertussen steken. Ja, dat vond ik ook echt vrij wijs, dat is zo'n beetje een community gegeven aan toevoegt aan uw podcast, door zo die quizzen af en toe, waar dat je mensen uit het werkveld eigenlijk allemaal zo wel samenbrengt om die filmkennis te testen. Ik heb zo in een van die laatste afleveringen iets leuk gehoord, wat eigenlijk een beetje een primeur ook is, allee, toch iets leuk voor in de protpot te vermelden. Dat gaat namelijk, even een interview gehad met Mergo over de twee Kiekeboef-films die er geweest zijn. En de film Het Witte Bloed, de eerste van die twee, dat was de allereerste film waarin dat Wim Obroek acteerde. Wat een link. Dat was, dus Frankie was daar de slechterik. Ja, en hij heeft ook een keer Thailand getekend, hè? Ja. En hoe noemde die strip? Het... Oh. Ja. We hebben hem dan een keer weggegeven. Ja. Niet belangrijk. De Himbangeldin, denk ik. Ik wist dat niet. Ik vind dat wel heel belangrijk. Punt voor ik. Voilà. Oké, dan onze tweede gast is Evi. Dag Evi, ook een podcaster. Ook een podcaster, ja. Ik heb een podcast, Hoe Goed Was Dat? En die gaat over dingen die nostalgisch zijn voor mijn generatie, durf ik dat zo zeggen. Laat ons zeggen, zo wat tussen millennial Gen Z in. Televisieprogramma's, muziek, fenomenen van de jaren 90, 2000, zowat. We hebben een paar afleveringen al gedaan over onder andere Wacht eens even, In de Gloria, Toy Story. Het ligt even stil, maar we gaan binnenkort terug opstarten. Wow, yes. Ja, en in uw intro heb ik gehoord dat er daar ook een zever in zit. Dus ik vermoed dat het eiland ook wel een keer gaat komen. Absoluut. Haha. Ja, daar kunnen we wel afleveringen mee vullen. Allee, wij hebben er ondertussen al meer dan 30 gegeven. Ik wou je zeggen, dat heb je al heel mooi voorgedaan. Ik zie niet weten hoe dat ik dat in één aflevering zou moeten gieten. Ja, niet, hè. Het eiland. Dat gaat waarschijnlijk wel zeker een dubbel aflevering worden. Ja, en de derde gast is een artiest, is Carolien. Hallo. Hallo. Stel jezelf ook even voor. Ik denk dat ik de enige ben in de kamer, of in de Google-kamer, die geen podcast heeft, of geen podcast over dingen waar mensen effectief naar willen luisteren. Ik ben inderdaad een visual artist, noem ik mezelf, omdat dat van alles omvat. Dat is eigenlijk het kortste waarmee ik het kan omschrijven. Dus ik ben illustrator, maar ook wel eens designer, en ik schilder ook wel heel veel. Dus dat is een allesomvattende term. En ik heb
ooit wel eens een paar podcast-afleveringsjes gemaakt, maar dat is eigenlijk puur gewoon marketing, reclame voor mijn eigen. Dus dat is ook in het Engels dat ik dat heb opgenomen. Dus dat is eigenlijk mijn enige ervaring daar een beetje mee. En voor de rest ben ik een vaste Protpod-luisteraar, uiteraard. En een notoire eilandkenner. Hola. Maar heb je ook wel al een link met Jan Eelen, hè? Dat zou je kunnen zeggen. Ik heb de hoes van de officiële soundtrack van Callboys ontworpen. Dat is de muziek van Jimmy DeWitt. Ook wel DJ Bobby Ewing. Die heeft de muziek gemaakt van de Callboys. En ik heb het geluk dat ik daar de hoes voor heb mogen ontwerpen. En hopelijk binnenkort kan ik hem daardoor ook eens kort ontmoeten. Dus dan ga ik wel even heel starstruck zijn. Ja, ja, we hadden dat ook. Dat kan, ja. Ja, maar wij vinden dat zo direct weg, hè. Ja. Wij het zo... Ja, en Jimmy ook... de Wit wandelde daar trouwens ook binnen. Hè, Christophe? Ja, ja, waar was dat? Dat zit niet in de montage. Dat hebben ze eruit gemonteerd, nee, inderdaad. Nee, als we daar zaten bij Jan Eelen, wandelde Jimmy de Wit gewoon zo binnen. Ja, ja, dat zijn goede vrienden, heb ik vernomen. Ja. Ja, we hebben dat gezien. Ja. Allee, zo. En... gaat vandaag ook nog, ik heb vandaag iets zien passeren. Iets dat gelinkt is met een van onze andere favoriete series. Bedoelt je... Met Stanley Kret. Ja, moet ik al even denken wel, wat dat je bedoelt met favoriete serie. Allee, jong. Ja, nee, ik zit nu ook heel hard in amateurs, het eiland. Dus amateurs. Dacht, nee, ik heb dat niet gezien eigenlijk. Maar... Tegenwoordig is het ook zo moeilijk om iets oud nog te vinden als je geen streams hebt. Ik heb geen streams. Ah, nee, maar dat staat op VTM... hoe noemt dat? Go? Ah, ja. VTM Go. Ah, ja. Zat ja, het daar? Dat ga ik wel eens checken, ja. Ik wist zelfs niet dat hij daarin meespeelde, eigenlijk. Ja. Maar ja, hij noemt daar Stanley Kretz met een K. Ja. Oké. Zalig, hè? Ja, maar dus het nieuwtje hebben we dus eigenlijk wel niet verteld. Hij heeft het schilderij van u gekocht met die... Ja, hij heeft het schilderij gekocht van mij. En ik ben dat vandaag persoonlijk gaan afleveren, waardoor ik hem dus ook eens ontmoet heb. En dat was heel fijn, tof. Ja. Ze waren ook net aan het repeteren en zo, want er komt een show dit weekend voor Stanny zijn verjaardag. En ik denk dat het daar bij de Pajotters. Groot... Wat? Oh, ik denk dat ze daarvoor aan het... Want natuurlijk, alles is nu veranderd, dat je maar met 200 man in een zaal... en ze hebben een show speciaal daarvoor in elkaar gestoken. Ik denk dat alles daarvoor nu in voorbereiding was. Het was heel fijn om zo'n keer bij artiesten binnen te lopen die vol een bak op de piano en vol op creatieve energie. Wijs, hè? Wow. Mm-hmm. Maar uw stijl is toch het meest van al geïnspireerd. Ik kijk de indruk door posters uit de 80's, zo'n beetje. Ik probeer dat, ja. Dus zo van dat realistisch, maar toch geschilderd. En dan zo een lage vette airbrush erover. Zo. Ja, airbrush. Ja. Lijkt probeer het, ik ook wel niet te veel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar airbrush probeer ik niet zoveel, omdat mensen dan zouden kunnen denken dat ik iets maak voor op... een kraam van botsauto's of zo. Dus als ik echt mag, dan ga ik graag los in die 80s-stijl. Maar ik doe ook veel opdrachten voor klanten. En soms iets dat je zou totaal niet zien dat ik dat gemaakt heb of zo. Dus ik probeer heel veel gevarieerd te werken. Maar dat is wel mijn favoriete... Dat is wel mijn meug, ja. Zo de 80s. Drew's Truzen toestanden en zo. Ja, dat zie je er wel, hè. Ja, dus, maar we gaan, dus wat we vandaag met die drie mensen gaan doen, dat is, we gaan een quizje doen, hè. Gaan we trivialen, gelijk mooi in de traditie van Frankie, hè. Dus de regels zijn grotendeels ook hetzelfde. Alleen, vlak voordat we beginnen, wil ik nog een keer vragen, heb je er een eilandisme voor ons? Ja. Ja. Wie gaat er beginnen? Evie. Hij maakt het veel meest lawaai nu. Oké, dat is goed. Story of my life. Ik geef les. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat ik heel veel eilandismes hoor. Maar onlangs heb ik met één leerling twee eilandismes in, denk ik, twee zinnen gehoord. En dat was zo goed. En dat was echt woord voor woord ook eilandquote. Ik was les aan het geven in het eerste jaar. En er komt iemand van het secretariaat binnen en die kwam de brieven uitdelen voor de inentingen tegen baarmoederhalskanker.
het virus, HPV-virus is dat, denk ik. Dus die komt die brieven brengen, ik deel die uit en ik geef een woordje uitleg en ik zeg dan van ja, dat is een virus en dat kan dan baarmoederhalskanker veroorzaken. Waarop één leerling zegt, is dat besmettelijk? Waarom? Ik zeg, oh. Maar ja, ik snap wel van waar dat komt. Ik snap het ook. Dus ik zeg, ja, ja. 12 jaar. Ja. Ja dus nee, maar als je die zin hoort, ja, ja dan denk ik daarop. Het eiland, wat die rode plekken in je nek, denk ik dan, maar bon. Mijn woorden maar ingeslikt. Dus ik antwoord, ik zeg, ja, ja, dat is besmettelijk, daarom moet je dat spuitje krijgen. Waarop hij antwoordt met, is dat verplicht? Allee, wat mogelijk. Dus ik stond in die les. Ik moest keihard lachen en ik moest dan die leerling uitleggen dat ik hem niet aan het uitlachen was, maar dat dat gewoon zo toevalligheden ineens waren. Ja, dus dat was wel dat is echt een woord-voor-woord eilandisme in een eerste jaar. Ja, dat is goed, amai. Gewoon onthouden. Want dat is moeilijk, hè. Maak het mee, maar moeten we het onthouden. Dat ja. Vind ik... Ja, ik moet dat echt opschrijven. Ja, maar, hij vooral. Omdat dat was zo frappant. Dat, ja, dat bleef hangen. En ik heb dan zo'n ene collega die ook eilandfan is. Dus zo gauw in de leraarskamer kwam, was dat zo, zeg, moet je wat ik nu heb gehoord? Dat heb je nodig, hè. Ja, als je niet zo één iemand hebt om dat tegen te gaan zeggen, dan... Ja, dan... Ja. Dat is kei jammer, maar... Ja, maar erger. Het wordt wel erger alleen maar dat je daarop let dan. Als je iemand hebt om dat tegen te zeggen, ja. Ja, dan gaan we dat dienen van Rieke anders een keer. Ja, wij hadden eigenlijk vandaag op het werk hadden wij ook een quiz. En ik had die gewonnen. En dan daarna zei iemand van, amai, ja, dat is wel cool dat je zo... dat je er zoveel over weet, over... Dingen. En mijn eerste reactie om te zeggen was van... Ja, ik ben zo met een weetjesman, hè. Allee, ik heb het eigenlijk niet gezegd, maar dat was het eerste wat er bij mij opkwam. Daarna zegt hij alles over niks en niks over alles, hè. Ja. Dus dat is ook zo'n beetje bij mij. Maar ik weet niet of ik zoveel over het eiland ga weten. Amai, maar dan doe je... Dan is dat een tweede quiz vandaag, jong. Ja. Ja, ja. Dus, ja. Allee, Caro, het is aan jou. Ik moet opbiechten dat ik er eigenlijk geen heb, omdat ik ze dus inderdaad ook altijd vrij rap... Er gebeuren er wel, maar ik onthoud ze gewoon niet, omdat... Ja, nee, dat is moeilijk, hè. Dat zit zo geweven in mijn hoofd, zo van die quotes. Dat is eigenlijk constant, dat ik eigenlijk wel onbewust een kans zoek om er een te kunnen gebruiken. Maar wat ik wel merk, is... ik heb een vriendin die ook grote eilandfan is en... Het zijn eigenlijk gewoon vaak dingen die altijd terugkomen, bijvoorbeeld op café. Hebben we al een paar keer meegemaakt dat ik zo... Of dat zij zo ineens uit het niets... Dat er iemand zo tegen u loopt of zo. Kent het, op café, het is corona, dus dat is kei onbeleefd. En dan roepen wij zo wel zo naar elkaar van... Dus alleszins een onbeleefd varken! zo van die dingen. Maar dat zijn zo niet echt situaties of zo. Hè. Dat is gewoon constant zo van... Je maakt ze zelf dan, hè? Een beetje wel, ja. Het is niet dat iemand... Dat taalde ook. Ja, die talen ook. Allee, dus bij ons, die talen bij ons. Allee, we nemen ze altijd vrij ruim, hè. De eilandismus. Ja. Maar ik probeer elke keer als ik naar de plotpot luister, bijvoorbeeld, en jullie hebben het over eilandismus, dan maak ik mezelf wijs van, ik ga daar nu echt eens op letten. Ik ga dat echt eens onthouden als ik dat eens meemaak. Maar het moet zijn dat ik er gewoon niet veel meemaak, denk ik. Of dat ik het dus niet kan onthouden. Het is gewoon vaak met andere eilandfans... De grappigste quotes bovenhalen, dat ik doe. Ja, wij vinden dat nu wel plezant, dat luisteraars... Ja, daar ook wat naar ons... meer op letten, ja. Ja, ze beginnen daarop te letten en dan mailen ze het naar ons. Dat is zalig. Ja. Maar gisteren vandaag een vrije goeie had, Christophe. Ja, ja, wacht. Ja, maar ik dat een goeie was, maar ik weet hem wel niet meer. Ah ja, een gast dat in Duitsland op een werf moest zijn in de week. Ja, dat is in Duitsland. Maar hij had ze gelijk opgespaard. Ja, het waren er drie of zo. Ja, hè? Maar hij had ook zo'n mail geforward van een conversatie tussen hem en een collega. En nog een collega, waarvan uiteindelijk die ene collega wel Thailand kende en die andere niet. En ze waren zo die een, ja, ze waren dan met elkaar twee zo constant aan het antwoorden met eilandquotes. Ja, en ze zitten naar Frankfurt en dat is niet ver van Darmstad. Ja, de fax naar Darmstad. Ja, en dat dan dat... zo verteld aan een collega. En nu, als hij naar het wc gaat, zegt hij dat altijd, maar dat is een ier of zo. Allee, het is een vreemd grap. En dan zo'n Roemeense werkman,
die zo altijd maar bezig zijn over hun report. Rappert, work rappert. I made a rappert. Ja, ja, gelijk de Guido. Van Bobbert, Bobby, ja. Van Rappert. Ja. Ja. Ja, en ook, en de hele conversatie ging over een put, hè. Ah, over een put waar dat er een nieuw deksel op moest. Welke put? Ja, bij alles, ja. Een stomme put, ja, dan pijzen ze toch weer aan. Toch alles is te herleiden naar het eiland ook, hè. Ja. De essentie. Ja, ik heb zelfs... onze verloving hebben wij aangekondigd met een eilandkoord. Mocht. We zitten met een ring. Ja, zalig. Zalig. Wauw. In zo'n filmpje echt zo. Michelle, we zitten met een ring. En dan Michelle die zegt nee. En dan zo ik heel hobbel. Oh, nu vind ik het wel jammer. Als ik ooit een huwelijksaanzoek ga krijgen, geen idee van wie. Maar ja, dan vind ik het jammer dat ik dat niet meer kan doen. Want dan ga ik dat zo repeat hebben van iemand. Je hebt mijn toestemming. Ik zou dat niet mogen van mij. Ik zou dat niet gemogen hebben. Ik. Nee, want ik heb misschien wel nog, ook nog een leuke anekdote over het gehalve de trouw van Eline. Want ik heb daar een videomontage van gemaakt. Dus ik heb heel de dag lopen filmen op Eline, op een trouw van Eline en Jeroen. Ja, van morgens tot middags. Ja, ik heb dat gemonteerd. En dan op het einde heb ik tussen het dansfeest... Ook, had ik ook 2 seconden gestoken van Michelle en Bucky. Zo, die zo... Oh, ja, dat is ja. Juist. Ik had het ook moeten uithalen. Voor, 2 seconden was dat dan zo gelijk... is dat in Fight Club dat ze dat doen? Ik denk het wel, hè, zo gewoon een flash van een beeld dat je het bijna niet gezien hebt. Was dat de bedoeling dan? Sublieme beelden zijn zo. Ja, het ging wel rap genoeg. Het was vrij goed. Het was eigenlijk te lang gemaakt. Anders had misschien niemand het doorgehad en dan had het erin kunnen laten zitten. Ja, dat was ook wel mijn bedoeling. Thuis, hè? Nee, maar ik vond dat dan ook wel wijs voor... We zijn dat dan gaan tonen. Maar bij... en Christophe, ik had zo op elke tafel, ja, voor een cliché, zo'n wegwerpcamera. Iedereen moest dan zo, elke tafel moest dan met die camera een foto van hun tafel maken. 2015 had je dat nog gedaan. Ja, maar toen was dat nog wijs. Toen waren er nog zo geen fotoboots. Dat bestond nog niet. En, wat ik nu zei. Ah ja, en uw tafel had dan zo de cover, zo de cover van de DVD. Juist, ja, we moesten zo wat foto's nemen. Ja, wij hebben toen inderdaad, dat was op mijn regie, hebben wij zo geposeerd met z'n 4 van voor zo. En dan de rest die er zo wat achter staat. Ze hebben zo echt een beetje die compositie achter gedaan. Het was vrij goed gelukt. Ja. En dat was dan natuurlijk mijn... ik moest dat gewoon zeggen. Ja, doe dat gewoon, dat is gelijk Thailand en Eline gaat dat wijs vinden. Moest ik gewoon zeggen tegen de collega's. Ja, zo was het ook. En dat schept dat toont ook wel een beetje de sfeer hoe dat bij ons was op kantoor. Want wij hadden eigenlijk niet zo heel veel voor de rest mensen die daarin meegingen. Hè. Nee, ik kreeg er meer. Stagiair. Degene die Thailand... Ja, de stagiairs wel, ja. Ik heb geen collega's, hè. Ik werk alleen of meestal ook van thuis uit. Maar ik heb wel al zo op coworkings gezeten soms. Maar ik denk dat dat ook is omdat ik geen collega's heb. Dat ik zo niet zo snel... heb geen koffieapparaat waar dat ik dan iemand tegenkom, waar dat je dan zo small talk. Dus ik denk dat ik daardoor minder eilandismus... Ja, dat zal wel. Ja. Op café heb je dan minder snel, denk ik, omdat die context is niet van op kantoor. Dus dan... Ja, je kunt ook niet op een warme bril gaan zitten, hè. Ja, dat is uiteindelijk voor de podcast dat jullie en ik dat samen doen. Allee, wij zijn toch 3 jaar of 4 jaar collega's geweest. Mm-hmm. Ik zie het nog altijd niet welke serie dat wij even goed gaan kunnen bespreken, gelijk die. Gelijk het eiland. Want bij je al... Ja, het feit dat we samen echt in een kantoor hebben gewerkt, maakt het toch extra... Ja, ik mis dat zelf niet, maar het enige waarvoor dat ik dat soms mis, is dus gewoon om... eilandsituaties te kunnen creëren. Ja, ja. Wij hebben ooit zo'n pedagogische studiedag gehad en dat was echt nolletje. Die hele ervaring was echt... Het was niet, er was geen werkveet erbij. Een dwerg wordt niet groter door op een baantje aan staan. Nee, maar het was wel zo van... Sluit je ogen en denk dat je een ballon bent. En dan stond hij daar van... Oh. En daarna een bodywarmer aan. Nee, toch niet. Oh, toch gemiste kans. Nee. Nu, achteraf... Ja, in het begin, iedereen draait ze met zijn ogen, maar achteraf was dat eigenlijk nog wel tof. Allee. Als je daar zo in mega... Als je daar in mega, is dat eigenlijk nog wel leuk. Ah ja, dat is zo gelijk met samenzang. Ja. Dat is ook zo, hè. Samenzang. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet.
Ja, wij hebben het al een paar keer gehad op zo'n personeelsfeest. En dan krijg je dus een boekje. En dan zijn er twee muzikanten. En die proberen nu mee te trekken. En iedereen moet beginnen meezingen. En op het einde, allez, zo de laatste vijf liedjes, is iedereen echt mee. Dat is grappig, dat hebben we nog nooit gehoord. Gelijk ja, ja, dat is een koor eigenlijk gewoon allemaal ineens. Ja, datzelfde gevoel. Ja, dat is een van de dingen dat meest van al een gevoel van eenheid kan creëren. Hè, een koor. Maar je moet gewoon wel goede muzikanten hebben, anders gaat dat. Maar zonder repetitie lijkt me dat ook wel heel moeilijk om zo. Dat ineens moet iedereen gewoon zomaar... En dat moet van de eerste keer goed zijn dan? Allee. Ja, maar dat is zo... Ja, maar dat zijn onnozele... Ik denk niet dat het goed moet zijn. Ah, nee, okay. Dat is gewoon voor de groepsfeer, hè? Ja. Voor de groepsdynamiek. Ja, maar hoe meer dat zij toe minder dat dat echt nog vals gaat klinken ook. Hè. Ja, dat is waar. Dat galmt ja, dan maar zo dat moet niet goed zijn. Hè. Dat, is, dat, allee, dat wordt niet opgenomen. Dat is niet voor de CD te brengen. Hè. Dat is gewoon ja, zo'n Noordkaap. En, ja, dat had hij juist nog gemist. Hè. Jelien, daar waren hij juist nog niet bij toen dat wij een liedje hebben opgenomen met ons werk als team-event. Oh my god, ja. Heb je dat ooit nog gehoord? Ja, ja. Het staat wel nog op YouTube? Gehoord, ja. Best wel. En welk liedje heb je opgenomen? We hebben op het liedje van Bruno Mars hebben wij zelf een tekst geschreven en hebben we dan zo in zo'n echt mega chique studio opgenomen. Ja, dat was een teambuilding. Dat was een teambuilding, organisatie die dat deed, die ook een banden had met die studio zo. Ja, tof. Ja, maar ik ga daar dan altijd echt in mee. Ik heb echt uiteindelijk een groot deel van die tekst geschreven. Ga ik erop zoeken. Dat is keileuk. Dat ga ik voorstellen voor bij ons. Ja. Jawel, dan zo'n gast van de Flying Picket, die dan kwam zo lesgeven in zingen. En dan, ja, uiteindelijk, een keer dat het voor het opnemen was, haalde hij er wel de drie best uit, die dan de grootste stukken kreeg. Daar was ik niet bij. Oh. Maar, ja, vond ik ook niet erg. Zeg, gaan we er aan beginnen of zijn we nog iets aan het opzoeken? Ik ben aan het opzoeken, maar ik vind... Dat liedje, maar nee, dat liedje had ik echt niet. En dat gaan we ook niet op de sociale media. Dat is hetzelfde gelijk die een B-movie die we een keer gemaakt hebben. Hij heeft er espresso over gebabbeld keer in een uitzending, zodanig dat we, in een aflevering, zodanig dat we het konden posten op sociale media. En dan uiteindelijk, wat krijg ik? Madame die zegt, oh, maar ik acteer zo slecht, we gaan toch niet delen. Hij heeft dan espresso in een aflevering gezegd, dat past daar zelf niet eens in. Nee, ik weet het. Ja, ik zei, ja, nu moet ik dat delen, zeker, ja. Nee, nee. En dan, oh nee, oh, zo slecht dat ik acteer. Oh. Was nee. Toch, ja. Maar ja, onze baas, we hadden hem altijd zo over praten, kwam er ook in. Ja. Oh, eerst even wat reclame. Ah ja, we hebben een nieuwtje ook, hè, Christophe. We gaan opnieuw t-shirts verkopen. Ja. Eigenlijk op vraag van de luisteraars. Mensen die staan te springen om met ons op een lijf rond te lopen. Altijd leuk. We hebben verschillende designs, we hebben geprint, we hebben geborduurd in verschillende kleuren. Het zijn heel mooie, kwalitatieve t-shirts. Ze komen niet uit China. Nee, veel goede kwaliteit, hè. En het is ook een pre-order systeem, dus je kan ze nu al bestellen, maar ze worden eigenlijk in de week van 10 januari verstuurd. Dus ja, bestellen maar! Ja, dat kunnen via de website fabricmerch.com en daar vinden ons wel. Of we kunnen gewoon via een of andere sociale media een keer kijken, want we gaan zeker genoeg spammen. En of in de beschrijving van deze aflevering zullen we het ook wel vinden. Merci al. Zeg, we gaan eraan beginnen. Ja. Oké, spelers klaar? Oh, yes. Spel ik het tot 5? Nee, er is één regel die anders is dat ik mij bedacht heb. Dus het is ook, ik zeg gewoon de vraag en Hulder antwoordt gewoon om te trapsten. Degene die het trapst is, die krijgt punt. Maar als je één keer antwoord hebt, moet je wel wachten op de andere drie. En een keer dat iedereen een keer geprobeerd heeft of gepast heeft, vanaf dan mogen je gewoon door elkaar blijven roepen. Spelers klaar. Mm-hmm. Wat is de familienaam van de Vree? Lauwers? Nee. Oh my god, allee, ik al. Oh fuck, ik denk dat ik het weet. Allee! Ah oh, nee! Ik weet het niet. Ja, dat is gepast. Is dat een pas? Dat is een pas. Ja. Mag Rick dan nog een keer iets zeggen? Ja, Caroline nee, moet eerst passen nu. Ah ja. Dacht dat je ook al. Hoe lang mogen we nadenken? Tik, 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 tik. Maar ik weet het. Als ik het ga horen, dan weet ik het. Allee, ja, ik weet het. Ik moet toegeven dat ik het echt niet wist, eigenlijk. Zijn volledige naam is wel Frederik, hè? Ja. Ja. Oh, wauw. Hij heeft ook een familienaam. Ik ga passen. Ja. De Leeuw?
Nee. Nee. Ah. Nee, dat is Gilbert. Dat was Koen. Koen de Leeuw. Elf Koen, ja. Nee, zijn familienaam is Van Rooij. Ah, nee, dat had ik niet. Volledig fout. Ja. Zie, dat wist... Ja. Wist hij dat, Christophe? Ja. Maar... Ja, oké. Okay. Piece of cake. Nee, kijk, voordat ik aan de podcast begonnen was, niet. Oh ja, voilà. Okay. De vraag is, waar staat dat? Waar heb je dat gevonden? Dat vinden we al op Wikipedia gewoon eens. Maar zijn de vragen in volgorde van moeilijkheid? Want dan gaan we echt problemen krijgen. Ja, ik ben er redelijk gerust in dat er wel dingen juist gaan zijn. Ja, Eline, stel jij de volgende vraag. Ja, de volgende vraag. Noem de 4 keywords van Nalaert. Fout. Allee, godverdomme. Oké, degene die het eerste 2 juist heeft, krijgt een punt. Fast. Misschien een tip. Dat zijn dus die blaadjes van Frankie. Ja, ja, ik weet het. Ik zie het voor me. Oh. Ai. Allee. Dynamisch? Nee. Ja. Allee, zeg. Ja, het is gedaan, hè. Ja. Dus het waren efficiënt, verzorgd, snel en discreet. Maar ja, ik weet al. Er mag gelachen worden, als je zo in die studio zit met die camera en al. Kijk, dus ja, blijkbaar. Lijkt blokken of zo. Lijkt in blokken, ja. Echt. We zijn al in blokken geweest, Christophe. Ja. Ik wist dat er iets was met een D. Ik heb je naam gezegd. Ja, iets met een D. Ja. En Evie was een klein beetje juist, want ze zei fast. Dus snel zat er effectief snel, bij. Ja. 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 Ik haalde zelfs Nalaert en Hasselbanks even door elkaar. Zo, van de stress. Zo. Oei, ja. Ik dacht een Amerikaan en toen dacht ik, nee, dat is niet een Amerikaan. Woody van Toy Story. Woody, I know. Ja. Oké, de volgende vraag, Eline. De volgende vraag. Is dat voor mij ook? Ja. Oh, ja. Hij is voor dus dan mij, ja. Hoeveel letters zitten er in het woord groepsdynamiek? Tik, tak, 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 ik bedoelde 14. Ja. Ik was eigenlijk een idioot op mijn vingers aan het tellen en ik was vergeten dat ik al 1 hand had. Ah ja, dat is waar. Ja, ik zat direct G-R-O-E. Ik was niet op uit te doen met 9 en 14. We gaan dat hoeken, Jelien. Ja, maar ja, tuurlijk. We gaan dat hoeken. Eerste punt Dank is voor Evie. De kop is eraf. Oh. Het volgende is met een... Geluidsfragment. Er ontbreekt in het volgende zinnetje een woord. En jullie moeten raden welke woord. En je gaat Bucky bezig horen tijdens zijn speech. En ineens had ik tijd om eens even stil te staan met de dingen. Even niks te moeten. En ik ben toen naar plekken gegaan waar ik vroeger als jonge gast nog gespeeld had. Het spel der Boske. En ik ben met mijn broer Serge in 4 jaar niet gezien... Het spel de Boske en... Ook Allee! Een plek. Het is een plek. Het is nog maar geweest. Ja, het komt niet, hè. De dove netel. Oh my god. De dove netel. Oh. Ja, ik weet niet of ik het had geweten, hè. Allee, ja, ik denk het... Ik weet het niet. Omdat ik het wist, is het zo makkelijk om te zeggen, hè. Ja, nee, dat... Allee, misschien beter, meer geluk bij de volgende vraag. Hoe heet Sammy in de pilootaflevering? Geert. Ja! Ja. Amai, chance, ik heb ze vandaag nog bekeken. Ah. Wijs, hè, die pilootaflevering. Ik dacht... Ik zag op YouTube... Ze staat dus volledig op YouTube, die aflevering. En ik was een beetje research aan het doen voor de quiz. En ik zag die aflevering passeren en ik dacht... Dat gaan ze vragen, hè. Ik ga er maar eens naar kijken, wat ze aan dat vragen. Oh, dat gaan ze vragen, hè. Ja, dat is ook een quote. Ja. Dat ah, nee, dat is geen quote. Dat is een quote uit de Gloria. Nee, ik denk van Alain hè, op zijn sollicitatie. Ah, zegt hij dat daar ook? Hij heeft zo een monoloog tegen een andere sollicitante.
Ja. En, ik ging ook nog vragen dat die noemt. Wat weet u over moeilijk. Ons bedrijf? Ze gaan dat vragen, hè. Zoiets, ja. Zoiets, ja. Ah, en hij zegt dat ook, in de glorie uit tegen die studenten. Over, ah ja, dat heb ik ja. Dat weet ik niet. En wanneer is het examen? Ja. Overmorgen! Oh, dat is hilarisch. Dus je weet nu dat die twee scholen noemen, zou je dat van buiten weten? Ik weet dat zelf ook niet. De turnsterskoelen en de... Nee. Oké, 1-1-0. Volgende vraag. Is dat mij? Ja. Waarom kan Liesje niet mee naar het etentje? Zet al met iemand anders afgesproken. Ja, handig ook weer. Met een vriendin. Met een vriendin. 1-1-1. Ja. Voilà, kijk, het gaat hierop, hè. Het volgende is weer een quote. Ik denk dat het gemakkelijker is. Een geluidsfragment. Ja, ja, ja. Dus, wil jij iets zijn in de buurt? Ja, ik ken wel wat plekjes zo. Allee, goed. Ja, plezant. Jij bent daar geweest, hè? Ja. Nee, maar... Ik heb graag een warme Ja! Milliseconden. Caroline was eerst, hè? Ja, Caroline was eerst. Ja. Oké, de volgende vraag. Wanneer zijn Alain zijn amandelen getrokken? September 99! Yeah! En in november terug voor complicaties. Bonuspunt. Dat is juist. 2, 2, 1. Dat was ook een vraag in de mol, niet? Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja, want we zijn dan mega veel getagd geweest. Waarvoor dank. Oké, en de volgende vraag heeft er mee te maken. Wie heeft Rem toen aangereden? Wie heeft Rem toen aangereden dat hij... sorry, dat was Danny. Wie heeft Rem aangereden voor dat ongeval met zijn vijs? Dat zijn amandelen eruit. Ja, toen is hij ook in het ziekenhuis terechtgekomen. Een truc? Een visje? Ja, een truc, maar de vraag is wie, niet? Ja, wie zat er aan het stuur? Zijn pa, zijn broer, zijn neef. Ah, nee, ik mag niet. Nee, we hebben allemaal iets geprobeerd. Nee. Ja, dus je moet even gaan. Zijn broer, zijn neef, zijn vriend. Zijn moeder. Zijn baas. Allee. Zijn leraar. Zet erbij aan. Zo close. Zijn collega. Vriendin. Zijn nee, zus. Nee. Zijn moeder, nee. Nee. Ik wist zelfs niet dat ze dat zegt. Hij zegt dat niet, maar er staat wel een interview met Alain op de website en dat staat ook echt online. Oh my god! Ja, zo zijn we. Stond in het boekje ook, hè? Ja, het was zijn onkel. Leon. Onkel Leon, dat was de broer van Dree van Damme. Staat die website nu nog online? Ja. Sinalco.com, daar kunnen we nog altijd interview met Alain lezen. Surfen. En was die onkel zat dan? Dat staat er niet bij, basic. Ook zo'n beetje een klunt, zeker. Het is een Van Damme, hè? Leon Van Damme. Ja. Volgende vraag. Wie speelt Bert van het magazijn? De acteur. Jacob Bix. Ja! Puur, ik zag hem voor mij. Ja. Dat is 2-2-2. Wow. Ja, hè? We gaan nog te kort aan mij ons vragen. Ja. Het volgende is weer met een geluidsfragmentje. Het is het laatste. Het is weer één woord dat we zoeken. Nee. Ik heb wel eens gezien, hè. Dat is met spiegels dat ze dat doen. Black Magic nu. Ja, gaan we het hoeken? Ja, tuurlijk. Magic. Ja. Ja. Ik twijfelde echt keihard. Zeer goed. Ja, de volgende vraag vind ik een vrij leuke. Het is 3-2-2, hè. De volgende vraag vind ik... Dat is hij gaat hem voorlezen. Ik vind het sowieso een wijze. Ga ik hem voorlezen? Allee. Ja. Wat zit er buiten de tulpen nog in het boeket van Frankie? Wordt dat gezegd of moeten we gewoon zo wat gras? Ja, dat wordt gezegd. Hij zegt dat en hij doet zo. Dat zien de mensen niet, is geluid. Anjus? Wat? Anjus? Nee. Dat groen? Een tip is echt een beetje puut aan de zijkant. Garnituur. Nee. Maar de liefjes? Het gaat niet komen, hè. Nee. Sierlaurier. Oh my god. Sierlaurier aan de zijkant. Ja, ik was nog een seconde... Ik weet niet. Was ik nog op tijd? Ik heb echt nog...
Laurier geroepen, maar dat was echt een missie. Ik heb niet gehoord. Maar ja, maar dat was echt... ik geloof u wel, denk ik. Misschien heeft de rest dat gezien, ik weet niet. Ja, het gaat al sinds in de aflevering zitten. Oké, dan, dus dan 4-2-2. Ja, voilà. Dus, maar ik heb niet Sir Laurier gezegd, hè. Ik heb Laurier gezegd. Dus maar ik ja, denk dat dat... Oké, dat kan ik vanaf. Ik weet niet wat het verschil is tussen Laurier en Sir Laurier. Ja, op de volgende vraag is... Op welke twee momenten eet Frankie zijn ringlings? Het middageten en ja, de... Ja, 4 uurtje? Allee, nee. Middageten nee, en achter zijn bureau, waarna dat ze hem komen zeggen dat hij vet tussen zijn toetsenbord zit. Nee. Het is, het is morgens. Eentje voor 's morgens en eentje voor tijdens de middag, niet? Ja, het is ook, ja, het is ook het niet te ver van. Hè. Het is eentje 's morgens en eentje om 3 uur. Ah ja. Zegt is, hè. Zegt het tiende is. Maar krijgen Rick en ik dan geen half punt? Misschien ja, wel, ik had 's middags gezegd. Ja, en ik heb 's morgens gezegd. Ja, ik had 4 uur gezegd, dus ja. Moeilijk, hè, Christophe? Hij zit de quizmaster. Want ja, hij eet dat ook eentje... Hij is dat ook eens aan het eten op het middageten, hè. Dat klopt dan niet. Dat niet. Ja. Ah ja, dat is waar. Nee, dat is inderdaad een fout. Verdorie, we komen hier nu achter een fout, zeg. Ah. Allee, een fout. Hij zegt tegen de Westers, eentje 's morgens en eentje om 3 uur, maar we zien dan wel in aflevering 1 dat hij dat over de middag zit te eten. Misschien dat klopt dus niet, hè? Misschien is het komt wel vlot af, leuk. Ja, misschien is het beschaamd dat hij er 3 eet. Ah, misschien is dat alleen maar... misschien is hij alleen bezig over de tijd dat hij dat eet aan zijn bureau. Waar dat dan... eten jij soms aan uw bureau, zegt hij. Ah, ja. Ja, ja, die nu over de middag tel niet mee dan, natuurlijk. Ja, oh, nee, het klopt wel. Ja. Ja. Zo van nagedacht. Ja, wat doen we daarmee, jong? Huh? Zijn dat punten? Half wat punten? Punt? Ja, nee, ja, want mijn vraag... Ja, van mij was het ook. Dat van mij moet het niet goed kunnen. Doe maar... We doen verder. Doe maar de volgende vraag, ja. Hoe heet de derde aflevering van het eerste seizoen? Geel. Yo! Oké. Zot. Amai. Dat is echt zot. Maar dat is gewoon... Heb je dan zelfs nog een... Dat is gewoon... Ja, sorry dat ik u onderbreek. Dat is gewoon stom. Ik dacht vandaag, ergens in de namiddag, van ja, shit, misschien moet ik mij wel een beetje voorbereiden. En ik heb gewoon de eerste DVD opgezet. En ik ben niet verder geraakt dan de vierde aflevering, maar daardoor weet ik nu terug... Dat de derde, wat dat geel noemt. Haha, zalig. Je hebt zo'n mooi overzichtsminuutje op die DVD, hè. Zo 4 tegels. En dan zie je onder de derde tegel staat er heel mooi geel. Ja, fijn, maakt niet uit. Zwaar. Proficiat, heb de eerste 5 in de wacht gesleept. Oh. Amai. Ja, dat is wel zot, want in het begin dacht ik van, ik ga echt niks... Goh, zijn wel redelijk eilandfreak, heb ik een indruk. Ja, amai. Maar moest ik nu die DVD vandaag niet opgezet hebben, zo'n beetje een half op nacht rond, dan zou ik dat van die geel misschien ook niet... Ik zou het niet geweten hebben, denk ik. Ik zou niet te veel vals bescheiden zijn. Ons plan is dat alle winnaars van de quiz wel een keer terugkomen om tegen de winnaars te spelen, als we het zo ver komen. Dit is onze eerste testopname hier, want ik vond het wel al een goed gelukte quiz. Lekker moeilijk, toch? Ja, amai. Blijkbaar. Goed, hè? Ik vind de volgende vraag eigenlijk ook wel leuk. Spijtig. Dat is voor de volgende keer, als we kunnen nieuwe we gasten we hebben. Nog eentje doen? Voor de lol? Eentje voor de lol. Allemaal zijn er eentje voor de lol. Eentje voor de lol, dat kan ook wel, hè? Ja. We moeten wel niet zo hoge verwachtingen van hem, hoor. Ik vind het gewoon een wijze vraag. Wat is vrees en uitleg om geen cadeau voor Liesje te geven? Een paar verjaardagsfeest. Ja, dus hij heeft geen cadeau. En wat is zijn excuus? Ah, ik ben dat vergeten op de bus. Ja! Ja! Punt voor Evie. Maar daar klopt dus echt niets aan. Hè. Wie gaat er nu naar de 5 met een bus? Maar ja, vroeger... Als je wilt drinken. Ja, dat begon ook vroeger. Ja. Hè? Maar ook keerde dan terug... Misschien had hij ging ervan uit dat hij ging scoren. Dat hij Liesje ging binnen doen en dat hij daar ging blijven slapen. Dus, ja. Ah ja. Dat was al zijn plan.
Zo met veel ik denk dat er vrij wel iemand is, dat dan wel iemand kent anders, dat dan wel in dezelfde richting rijdt en dat hem dan wel mee kan komen. Ja, ja, die maakt daar maar allemaal niet veel zorgen in. Ja, dat is zo, we zien wel. Mm-hmm. Dat is not, Oh ja, want dat is daar in het jeugdhuis en ik heb daar, ken daar iemand en allee, zo. Ja, ja. Of gaat hij wel met naar huis wandelen, hè? Oh, ja, dat Ja, daar gewoon niet over nagedacht hebben, dat kan ook. Dat kan ook, ja. En dan uiteindelijk komt hij zijn training dan uit school. Naar het werk. We hebben daar, ik weet niet, we zaten foto's van, hè? Van die vijf, van die opname. Van zo'n twee fans die figurant waren. Dat staat op internet. Oh ja, ja, we hebben dat ooit gezien, ja. Die fan waren? Een figurant soort van website van gemaakt, van een avond op die vijf. Hoe zalig is dat? Ja, ja, dat is dus heel de tijd dansen zonder muziek, hè? Ja, ja, ik heb dat gedaan bij familie. Bij geen familie van, hè? Ik heb laatst ook een figuratie nog gedaan voor de Zillion, die film die gaat Zillion. En de titel was Dansen in de Zillion, wat dan eigenlijk de Carré was. Dus ik had echt de verwachting... Bij mij was het in de Knox. Ken dat nog? De Knox, ja, dat zegt mij iets. Dat was in de haven zeker? Ja, ja, mega rare plaats. Bon. Vertel maar. Nee, ja, en dat was dansen in de Zillion. En uiteindelijk bleek dat ze die avond dan gewoon de wachtrij van de mensen die binnen willen gaan in de discotheek. Maar dat zijn dan een minuut of twee opnames, denk ik. En dat was een hele namiddag en een halve nacht, tot 4 uur of zo, was het dan gewoon in de rij staan en wachten. Maar allee. En ja, dus dat is echt zot wat die acteurs soms allemaal moeten doen. Hè. Ik zag dan zo Ella Leijers, die bijna geen kleren aan had. En die gaat dan echt in de kou. En die moet dan ook doen alsof dat ze geen kou heeft. Maar bon, die krijgen wel direct een jas rond Hulder. Als die dan gedaan hebben en terug een jas en terug naar binnen. En dus dan valt dat misschien nog wel mee. Maar het is sowieso altijd heel lang, hè, die opnames. Voor een paar minuten. Ja, ja, ik heb dan een hele voormiddag geweest... Maar dat ging gelijk wat sneller wel, hoor. Voor familie, want uiteindelijk was dat toch een 5 of 7 minuten op tv. Familie, dat is een multicamera. Dus dan kun je meerdere shots tegelijk pakken. En dan kun je wel een aantal scènes per dag doen. Maar voor een Zillion is het dan single camera. Waar je dan elke shot apart één voor één doet. En als je dan 8 shots wilt, dan zit je al wel even bezig. Dus dan, zo. En dan net dan van één scène of een halve scène dan op een dag dat je kunt draaien, afhankelijk van hoeveel seks. Grappige was wel dat er waren redelijk veel mensen die dat totaal niet wisten, terwijl dat was zo via een speciale figuratiewebsite dat je dan moest inschrijven, waar dat ik jaren geleden wel nog eens wat dingen voor gedaan had. Het was nu het eerste in jaren tijd. Dat is eigenlijk Brunilde. Nee, want ik ga nooit zo... Is dat een grote voorbeeld van de figurant? Ik heb dat eigenlijk gewoon gedaan omdat er iemand was dat ik kende die meewerkte aan die film. En die bleef dan zomaar oproepjes posten van we zoeken figuranten. En ik dacht, allee dan, zo, hè. Maar ik zal nooit... Van heel nacht in de rij te gaan staan. Maar dat wist ik niet. Er stond dansen. Dansen in de Zillion stond. Ja. Ik vind jammer dat ook wijs om dat zo een keer mee te maken. Ik heb wel ook ene keer, als ik moest helpen op een... Ik was ergens aan assisteren op een set. Ik heb dat niet zoveel gedaan, maar een paar keer. En daar heb ik wel een keer weten dat er figuranten gewoon vies is weggelopen. Omdat, dat is toen ook gebeurd, hè? Ja, verkeerde ding, ja. Maar dat was dus omdat er ook heel veel mensen gewoon niet beseften dat dat heel veel wachten is en heel veel dingen opnieuw doen. Dat wist ik wel al, maar wat ik toen niet wist, was dat we dus niet gingen dansen. Dat het gewoon wachten was en buiten. Maar bon, en het was nog wel altijd een leuke avond. Ja, wij veel mensen weten dat dus niet. Zelfs figuranten weten dat niet. Dat je zo vooral veel moet wachten en veel opnieuw doen. En ik denk dan, ja, dat is toch wel redelijk logisch. Een film, allee, dat is iets mega chic. Denk je dat van de eerste keer goed is of zo? Ja, dat is zelfs niet. Niet alleen dat. Ik heb ooit, toen ik 16 was of zo, in de intro van mijn restaurant gezeten. En dat was... Want toen had je mijn restaurant in Tongeren zaten die toen. En dat was met... Ik weet zelfs niet meer hoe dat die kandidaten heten. Maar de intro was zo allemaal mensen die liepen. Die liepen naar dat restaurant toe. En elke stad had dan zo zijn eigen kleur. Dus Tongeren was oranje. Dus moest je helemaal zo... wat oranje accessoires. En dan is er heel Tongeren gelopen. Hè. Dus dan echt aan het Gallo-Romeins Museum, hup, een camera en lopen ze de trap op. En ik mocht gewoon van voorlopen, omdat ik mega enthousiast was met mijn blije kop.
Super happy. Zo 10 keer met die camera. Oké, okay, en dan verplaatsen naar de basiliek. Nog eens voorbij lopen. Heel tongeren afgelopen. Voor zo... Ja, wat is dat in, zo, in die clip? 10 seconden? Mm. Max. Wel iedere keer toch, of alleen die eerste aflevering? Iedere keer, ja. Komt wel iedere keer in. Iedere keer. Dan was het waard. Ja. Ja. Nee, bij ons was dat zo echt. Ja, we gaan nu muziek opzetten en we gaan het dan afzetten als we beginnen opnemen. En daar moeten ze dus op dansen. Dat is mega gênant. Wat hoort ze gewoon? Mm. Je denkt daar niet over na, maar hoort ze gewoon zo... Die voetstappen zo. Mensen bewegen zo, ja. Maar wij hadden niet gedronken en wij stonden zo... Allee, dat was... Ja, vrij geestig, ja. En dan Die Hard figuranten, die waren dan kwaad dat wij een goede plaats hadden. Oh. Zij niet. Allee. Zalig, echt. Ja. Goed, ja, kijk. Het is een wegertje op zich. Ja. Allee, ik ben blij dat we onze eerste quiz achter de rug hebben. Ja. We vonden het leuk. Ja. Heel leuk. Ja, ik vond het kort. Ook. Ja. Dat nog wel langer mogen zijn. Verder doen. Ja. Ja. Ik heb wel als afsluitend nog een vraag voor jullie. Wat zijn jullie... Heb je al plannen op 21 maart? Ah. Is dat de dag van de lente met de groene plastrons? Ah, ja. Begin van de lente, hè. Al vierde jij dat niet? Oh, dat is een maandag nu. Ah, ik wou ook kijken. Oké, het is een maandag, ja. We hebben wel vorig jaar met die ene collega, dus die ook eilandfan is, had ik vorig jaar, maar ik had dat zo langs mijn neus weg gezegd, ik denk, u gaat dat niet serieus nemen, had ik gezegd, als we nu zoveel mogelijk leerlingen proberen te overtuigen van groen aan te doen. En hij zo, ja, we gaan dat doen. Ik denk, ja. Dus ik had dat zo wel in een paar klassen gezegd. Kom ik af, ik ook in het groen. Komt hij met zijn leerlingen af, hij volledig in het, maar echt volledig, speciaal een groene plastron aan, groene zonnebril. Ik zeg, oh my god, die heeft mij hier zwaar overtroffen al. Dus sowieso dat terug een challenge gaat zijn dit jaar. Zoveel mogelijk leerlingen overtuigen om in het groen te komen. Ik heb nog niks te doen 21 maart, voor zover dat ik weet. Ik moet zelf werken, maar 's avonds heb ik nog wel niks te doen. Ja, ik moet eigenlijk ook werken, ja. Ah, sorry, ja. Ik bedoel, ja. Fulltime job. Ik heb voor de rest niks te doen. Hey, bedankt voor te komen allemaal, hè. Het was in onze virtuele quizruimte. Dat was keiplezant. Graag gedaan. Ja, heel graag gedaan. Ook superleuk. Ja. Ja. En proficiat, Caro. Dank je. Ja, dus normaal gezien vragen we nog een keer terug voor de finale. Ja. Ik had wel echt nooit gedacht dat ik ging winnen. Zo. Ik vond het echt wel moeilijk. Alleen je research heeft goed gedaan. Hè? Ja, Rik, dat is wel onbetaald natuurlijk als je zo'n quiz organiseert. Uw gasten zijn dan allemaal wel nerveus in beheden. Ja. Ja. Dat is altijd. Even, ik wou zeggen even af, maar affirmatief bedoel ik. Ja. Dat is dan nerveus, hè? Dat is, Is er nou iemand die reclame maken voor iets of zo? Ja, ik heb misschien dan die soundtrack van de Cowboys, hè, die komt heel binnenkort komt die uit. Dus dat is wel noemenswaardig misschien. Ik ben niet zeker dat je het misschien al kunt pre-orderen ook, op poolneedle.be. En dat is de website waar alle Belgische soundtracks, allee, of een heleboel Belgische soundtracks op verschijnen. Ja. Dus, voilà. Ze kunnen jullie ook volgen op Instagram, denk ik. Hè? Ja. Ja, hoe goed was dat op Instagram? Ja. Mijn Vlaamse Film Podcast. Ja. En bij mij is Studio Caro HQ van Headquarters. HQ, wauw. Headquarters. Studio Caro bestond al en dat is zo een schoonheidsspecialiste of weet niet wat. Ah, zo beu. Ja, ik moet daar altijd zo... Ik verander dat af en toe. Soms dan zo'n underscore of zo een puntje. En nu dacht ik, oké, ik ga HQ. Maar ondertussen... groeit mijn volgersaantal wel een beetje, dus ik ga het waarschijnlijk wel daarbij laten. Bijna een blauw vinkje, denk ik, hè? Ah, nee, ik heb daar geen gedacht van. Ik denk dat totaal niet het geval is. Hè. Ik denk dat je dat ook zelf moet aanvragen. Ah, trouwens. Moet dat aanvragen? Ah, ik dacht dat zo vanaf... Ik weet dat je dat kunt. Dat je dat kunt zelf aanvragen. Ah. Maar als het puur over bekendheid moet gaan, dat automatisch zou komen, dan ben ik daar absoluut niet... niet voor in aanmerking, denk ik. Nee. Ah, cool. Allee, ik zou het wel cool vinden als ik ooit een blauw vinkskin heb, maar...
Nee, ook ik denk dat je daar veel meer volgers ook nog van hebt. Nee, u interesseert dat niet. Nee, ik heb daar geen mening. Voor de luisteraars, laat ons zeker weten wat je ervan vond van deze eerste quiz. En wat er eventueel, je mag ook zeker feedback sturen, wat we anders moeten doen. Of als je iemand weet dat je zegt, van, die moet toch ook een keer meedoen, of die moet toch ook een keer meedoen, laat het ons ook weten. Of als je zelf wil meedoen. Ja, maar niet te veel, hè? Wat niet te veel? Nee, dat gaat zeven. Wat niet te veel? Nee, is mooi. Zeker dingen voorstellen. En alleszins bedankt voor het luisteren. Yes. En ons kunnen natuurlijk ook volgen op alle sociale media. En kunnen ons uit de speakpipe sturen. Dat is een voicemail. En je kunt ons steunen via Buy Me a Coffee. .com/depot. Ja, juist. Ja. Merci en tot de volgende. Bye bye.